Het Dutch-Italian-South-American DAS Symposium is afgelopen zaterdag voor de 15e keer georganiseerd. Suriname was dit keer het gastland met de Stichting Post-Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname als organisator. Het onderwerp tijdens dit symposium was reumatologie en interne geneeskunde. Reumatische auto-immuunziekten komen veel voor en behoeven vaak jarenlange behandeling met immuunmodulerende medicatie, onderstreept Dieneke Haverkort, reumatoloog in het Diakonessenhuis Suriname. Haar presentatie was getiteld Reumatologie in Suriname, kansen en uitdagingen. Dan is het leuk om te kijken van ja, hoeveel reumatologie komt er dan voor in Suriname? Het gebeurt eigenlijk best vaak van patiënten vragen, want ik dacht dat je dat hier helemaal niet zou krijgen omdat het zo lekker warm is. Als we kijken naar Nederland, want we hebben dus geen getallen nog van Suriname, dan, dit zijn wat oudere cijfers uit 2016, maar dan weten we dat toen, op dat moment hadden 2,3 miljoen mensen hadden een reumatische ziekte en dat is 1 op de 9 mensen. En dat is overgrotendeels non-inflammatoire reumatologie, dus patiënten met voornamelijk artrose en osteoporose. Maar ook bijna een half miljoen mensen had echt een inflammatoire reumatische ziekte. En van de chronische vormen is reumatoïde artritis de meest voorkomende vorm. En dat is in percentages van die verschillende groepen, komt dat hier ook uit. Als je dat nou zou vertalen naar Suriname aan de hand van het aantal inwoners, dan zou je ongeveer dit soort getallen krijgen. Dus verwacht dat er zoveel patiënten op dit moment zouden zijn, dat zijn prevalentiecijfers met deze aandoeningen. Haverkort geeft aan dat reumatiek bij kinderen en volwassenen voorkomt. Het probleem is dat de kwaliteit van de diagnostiek soms goed is, maar die laat vaak te wensen over. De grootste uitdaging ligt denk ik wel op het gebied van de behandelmogelijkheden. U ziet hier een tijdlijn door de tijd heen van begin jaren 30 tot 2017. En dit zijn alle medicijnen die in de tijd op de markt zijn gekomen en goedgekeurd zijn voor de behandeling van reumatoïde artritis. En daarmee ook gelijk een heleboel andere reumatische auto-immuunziekten. Het is ook begonnen met de injecteerbaar goud, wat we tot best heel lang gebruikt hebben. En in de jaren 50 zijn de corticosteroïden gekomen, wat een heel belangrijke hallmark is geweest in de behandeling van auto-immuunziektes. Nog belangrijker misschien wel in de jaren 80, de metotrexaat, waarmee we ook op de lange termijn veiligere manier die deze aandoening kunnen behandelen. Het eerste biological D-mart, dat zijn alle in blauw gekeerd zijn, dat was de etanercept in 1998. En er is een enorme vlucht gekomen in deze tijd, en ook maar tot 2017, maar ook in de afgelopen 7 jaar komen er nog iedere keer biologicals bij, waarbij we eigenlijk steeds beter reumatische ziektes kunnen behandelen. Het symposium is hybride gehouden met een grote belangstelling voor online participatie. De deelnemers aan dit symposium waren huisartsen, artsen in opleiding, internisten en andere medische specialisten.